Wij zitten nu te schuilen bij een Grieks restaurant, omdat het, ja, het regent. We gaan bijna weer met de trein naar Moskou. We hadden nog 25, 26 hryvnia over. En om dat op te maken hebben wij uitgebreid diner besteld in het Grieks restaurant. Met een roltrap. In Nederland loopt wel altijd gewoon de trap op, hè? Als er bijvoorbeeld een brug is. Maar traplopen is zo Romeinse tijd. Kijk, deze brug heeft tenminste stijl. Hij heeft wel stijl. Vandaar de roltrap. Als je goed kijkt daar in de verte kan je het Kremlin zien. En als je goed kijkt daar heel dichtbij met die blauwe rugzak, dat is Warrer. Groen, groen. Ja, we zijn midden in een bruiloft beland. We gaan kijken of we kunnen wedding crashen. Dan zeggen we dat wij de fotograaf zijn die ze hebben gehuurd. Waarschijnlijk verstaan ze het niet, als ze dat zeggen. Waarschijnlijk hebben ze ook wel snel door dat ze geen Duitsers hebben ingehuurd als fotograaf, maar... We hebben net 100 roebel betaald. Oh, trappetje. Sorry. Hoewel, wow. 100 roebel betaald om hier naar binnen te mogen. Maar zoals jullie kunnen zien, alles wordt gerestaureerd en opengegraven. En ik film dit vanaf een raar navelperspectief. Want we hebben maar 100 roebel betaald voor alleen Warre die mag fotograferen. Dus dit is een klein beetje illegaal. Maar zoals je ziet, de kathedraal die hiervoor. Daar kunnen we niet in. Dat niet. Dit is dan nog net niet gerestaureerd, waardoor het eigenlijk nog te oud is om naar binnen te mogen. Gelukkig was het maar een uur of anderhalf lopen vanaf ons hostel. Maar het is verder wel heel mooi als je de steigers wegdenkt. Ik denk niet dat het heel erg arbo-verantwoord klussen is hier. Ik heb nog een klein kijkje voor. Dan heb ik net alsof ik het goede kaartje heb meegenomen, oké? Okay? Dat is leuk voor Yvonne, dat ik een kaartje geef tijdens het pakken. En we hebben gebakken vis al. Mag ik zingen? Nee, we hebben gebakken buiten de kamer.